Namelijk. Waarom moet ik altijd te veel werk doen? Maar dat is niet meer veel werk. Kijk, nog 2 keer schrijven, dat is al gedaan. En waarom mocht jij maar 2 keer schrijven van meester Martijn? Vertel dat mama eens. Ik zoveel de vakantie heb gedaan en ik wil nog niet meer doen. Ah, omdat meester Martijn helpt jou dan. Oké, komt je mee met de agenda doen? We hebben daar begin van dit schooljaar eventjes laten doen. Maar dan zingt ze in een moeras. Dat gaat niet. Dus wat moeten we dan doen als ze thuis komt? Haar agenda pakken, zien wat ze moet doen. Ik heb dat niet kunnen invullen, omdat hier hadden we dan direct een toets en dan moesten we direct verder doen. En ik had dat vergeten invullen van het bord. En bio, ik denk dat ze dat niet gezegd heeft. Ja, zorg dat je het morgen invult, hè. Ja, ik ging dat morgen in de klasagenda doen. Zeg, wat is dat collage met papier en? Karton. Karton. Met een C. En dan? Weer genen. Geven. Geven, waarschijnlijk. Weer geven. Iets wat ze niet kan lezen. Eigenlijk begint dat grappig te worden. Ik ergerde mij daar vroeger in en dan vond ik dat ook heel erg. Soms maakt me dat ook moedeloos, omdat er is al zoveel energie in gestoken. En nu, op dit moment, heb je niet het gevoel dat ze daarmee verder kan. En zie ik hetzelfde gebeuren waar ik vroeger last mee had. Ik wist dat ook niet, hoe dat je dat moest doen, studeren, thuiskomen en je boeken pakken. En hoe dat je dat moest organiseren. Ik verstond dat niet. En ik studeerde dan niet. En ik probeerde alles te herinneren van de klas. Want ik kon dus ook mijn schriften niet nakijken, want daar stond met een 11 in. Of ik kon het niet lezen.